Een jaar oorlog in Oekraïne en dus tijd voor een update van onze eigen veiligheidsdiensten. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de AIVD, en de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, gaven vanmiddag een persconferentie over de gevolgen van die oorlog voor ons in Nederland. En BNR's politiek verslaggever Sofie van Leeuwen, die was erbij. Ha, Sofie. Hey, dag Lisbeth. En je bent nu in Amsterdam. Ja, ik dacht, ik kom eens even langs. Ja, wat goed. Vertel, hoe was de stemming bij de diensten na één jaar oorlog? Nou ja, nogal militaristisch. Het was op het ministerie van Defensie. Een generaal in een kostuum. En natuurlijk eenheid. En wapens sturen en Oekraïne blijven steunen. Dat is natuurlijk het verhaal. Maar het is ook wel heel somber geweest. We zitten nu één jaar na de inval. Geen enkel uitzicht op vrede. Mm. En de boodschap is ook heel erg: dit gaat de geopolitieke verhoudingen voorgoed veranderen in de wereld. Het komt gewoon niet meer goed met Rusland voorlopig. Tussen Rusland en ons, tussen die verhoudingen. Ja, en Rusland zal ook verzwakken in de regio's. En dan krijg je allemaal jihadisten die kansen gaan zien. Dit heeft zoveel gevolgen voor zo'n lange periode. Ja. En in die zin is het dus een kanteling geweest in de wereldgeschiedenis. En op die persconferentie ging het ook over het dreigingsniveau, hè, in Nederland. Ja. Er is dus sprake van een toenemende dreiging. Zelfs sabotage van onze eigen infrastructuur. Ja, dat was wel een nieuwtje. Er is dus een Russisch schip weggestuurd op de Noordzee eind vorig jaar. En die wilde dus een windmolenpark op zee in kaart brengen. En om waarschijnlijk dan uiteindelijk de boel te saboteren. Dus dat is wel zorgelijk. Dat schip is weggestuurd door de kustwacht en de marine. Mm-hmm. En ik sprak daar dus een echte generaal over. Dat is generaal-majoor Jan Swillens in kostuum, de directeur van de MIVD. Wat we dit najaar op de Noordzee zagen, was dat een Russisch schip richting windmolenpark ging op de Noordzee. En uit onze inlichtingen wisten we dat dat schip geïnteresseerd was in hoe worden die windmolenparken nu aangestuurd. Met waarschijnlijk de intentie om daar voorbereiding op te plegen, om wellicht te saboteren in de toekomst. Wat is er precies gebeurd? Eind vorig jaar, november, december, u ziet een Russisch schip in de Noordzee. En dan? Nou, dat is op tijd onderkend. Daar is op tijd ook op gereageerd. Dus dat schip is gelijk geëscorteerd. Heeft dus ook zijn werk niet kunnen doen. En het is dus ook niet succesvol geweest. Maar het maakt wel duidelijk dat dergelijke bewegingen dat die veel dichterbij zijn dan je in eerste instantie zou denken. En als de Nederlandse energievoorziening vanaf de Noordzee door de Russen verstoord zou worden, dan is dat natuurlijk weer een hele belangrijke stap. Even concreet, het gaat om windmolens, om zeekabels ook? Nee, dit ging om windmolen. Parken, die worden op een bepaalde manier aangestuurd en daar proberen de Russen achter te komen. Dat is dus heel ernstig. Is er communicatie geweest met de Russen hierover? Ik kan daar verder geen uitspraken over doen. U heeft het geprobeerd? Nou ja, dat is niet mijn werk. Mijn werk is om inderdaad te doen wat we nu doen. Dat is namelijk veiligheid bieden voor de Nederlandse belangen. En dat creëren we doordat we een goede inlichtingenpositie hebben. Staat dit op zichzelf? Of is dit onderdeel van een grootschalige aanval op de Europese infrastructuur? Nou, wat wij weten, dat is dat de Russen een uitgebreid programma hebben in seabed warfare, noemen wij dat vaak. Dus alles wat ze op de zeebodem bevindt, datakabels, gasleidingen, olieleidingen, dat zijn natuurlijk hele belangrijke elementen. Met name datakabels, als die gesaboteerd worden, dan heeft dat echt direct gevolgen voor communicatie. Ze willen Europa platleggen, komt het eigenlijk op neer. Nou ja, je bent dan in ieder geval in staat om inderdaad zaken daar plat te leggen waar je dat wilt. En dat is eigenlijk ook waar de Russische cyberactoren continu op richten. En ze doen eigenlijk drie dingen. Dat is één, dat is gewoon spioneren. Dus ergens inbreken en data stelen. Twee, dat is ergens inbreken en malware achterlaten, zodat je iets echt kunt verstoren. En de derde, dat is data stelen, manipuleren en weer naar buiten brengen. Dat hebben we bijvoorbeeld in het MH17-proces ook gezien. Heeft er een daadwerkelijke aanval plaatsgevonden al? Nou, er vinden voortdurend cyberaanvallen plaats. En die zien we ook aankomen. Hè. Ministeries, de krijgsmacht, wordt bijna dagelijks vinden daar in het cyberdomein aanvallen op. En doordat we die zien aankomen, kunnen we ook de weerbaarheidsmaatregelen nemen. Dit is echt heel dichtbij en dit is bijna, ja, ik wil niet zeggen business as usual, maar het is wel heel ernstig. En daarom zie je eigenlijk ook dat in de wereld waarin we nu leven, inlichting- en veiligheidsdiensten echt toch een hele cruciale rol spelen in het beschermen van je eigen belangen. Luchthavens, Schiphol? Luchthavens staan zeker op de hitlijst van cybersabotageactoren. Ja. Is ook dagelijks? Dat is ook dagelijks. Ja, klinkt best dreigend allemaal. Als we niet uitkijken, ligt Europa straks plat.
Dit is echt zorgelijk en ernstig, hè? Dat zegt ook zo'n generaal. Zeer onvoorspelbaar wat Vladimir Poetin gaat doen. En als hij het niet kan winnen op dat land, want dat gaat niet helemaal lekker natuurlijk in Oekraïne, ja, dan gaat hij misschien cyberaanvallen. Dagelijks hebben we daarmee te maken. Ook de Schiphol hoorde je. En misschien dus de energieinfrastructuur proberen plat te leggen in Nederland, in Europa. Ja. Dat is zo'n strategie en dat moet je overeind houden. Dus als AIVD en als MIVD en onderscheppen. Daar hebben ze dus een dagelijkse klus aan. En het ging ook over Russische dekmantelbedrijven. Ja, hoeveel hebben ze daarvan opgerold? Dat wil de generaal niet zeggen, maar de Russen zijn natuurlijk hard bezig om de Europese sancties te ontduiken. En hebben een netwerk van dekmantelbedrijven aangelegd. En dat wordt aangestuurd door de Russische inlichtingendiensten, zegt ook de generaal-majoor Swillens. Nou, wat we zien en ook naar buiten hebben gebracht is dat Rusland lijdt onder de sancties die daar spelen. Wat we weten is dat de Russische militaire inlichting en veiligheidsdienst GRU, dat die eigenlijk over heel Europa een netwerk heeft van dekmantelbedrijven, ook in Nederland. En via die dekmantelbedrijven, die dus niet te liëren zijn aan Rusland in eerste instantie, zien wij dat ze proberen om spullen te kopen die ze nodig hebben, bijvoorbeeld voor hun wapenindustrie. Wat voor spullen? Nou, bijvoorbeeld chips. En slagen ze daarin? Nou, wat we zien is dat ze het in ieder geval proberen. Moet ik denken aan een brievenbusje op de Zuidas? Of wat moet ik me daarbij voorstellen bij zo'n bedrijf? Nou, dat zo'n bedrijf inderdaad spullen koopt en die doorverkoopt via allerlei constructies richting Rusland om op die manier onder de sancties uit te komen. Daar zijn wij in Nederland in gespecialiseerd, toch? Dit soort constructies? Ja, dat weet ik verder niet. Daar doe ik geen onderzoek naar. Wat gebeurt er als u zoiets ontdekt? Heeft u dat dan opgedoekt? Wat gebeurt er vervolgens mee? Nou, wat we dan doen, dat verschilt per casus. Hè, en als het nodig is, dan informeren we de bedrijven. En dan? Nou, dan stopt dat in ieder geval. Dan wordt het niet geleverd. Maar dit is misschien het topje van de ijsberg? Of heeft u enig idee over hoe groot dit is? Nou, in ons werk weet je nooit wat je niet weet. Je kunt alleen vaststellen dat wij er alles aan doen om dit zo goed mogelijk in kaart te brengen. Het is ook de reden dat we het nu naar buiten brengen. Omdat als mensen het gevoel hebben van hey, dit klopt niet, dat ze dan ergens terecht kunnen. In dit geval is bij het ministerie van Economische Zaken een loket waar ondernemend Nederland zich kan melden. En dan is dat verstandig. Hetzelfde hebben we eigenlijk op het gebied van onderwijs bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Dat als ergens studenten promoveren in key technology en professoren vertrouwen dat niet, dan kunnen ze in ieder geval bij het ministerie van OCW ook terecht. Zegt de baas van de MIVD, Swillens. Dus eigenlijk moet je gewoon gaan klikken. Dit is een oproep. Als jij denkt dat is een verdacht persoon of een verdacht bedrijf, ga naar het ministerie van Economische Zaken of Onderwijs en meld en klikken. Het. Ja. Maar toch, Sophie, wat wil zo'n MIVD of zo'n AIVD uit zo'n presentatie halen? Want dat doen ze niet voor niks. Willen ze dan meer bevoegdheden of zo? Nou, dit was heel bijzonder, omdat ze ook samen optrekken nu. Dat is niet helemaal normaal. Samen een publicatie vanwege 1 jaar Oekraïne. En ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel zo, als je nadenkt over dingen zoals privacy. Ja, zij willen natuurlijk wel ook toegang hebben. Ze zijn ook bezig met een wet die volgens mij in de Tweede Kamer ligt. Je hebt natuurlijk een ruim mandaat nodig om te kunnen graven naar eventuele Russische spionnen. Ze gaven eigenlijk een soort getuigschrift af van kijk, dit doen wij allemaal en dit is nodig om die gevolgen in kaart te brengen. Ja, ze hebben het niet heel erg over privacy gehad hoor. Het ging heel erg over oorlog, over hoe gaat het met de strijd. Het was heel militair, maar wel onderstrepen dat hoe belangrijk de inlichtingendiensten zijn om Nederland, om onze infrastructuur overeind te houden. Dat is natuurlijk hun belang, hun verhaal. En dat hebben ze verkocht. En dan is er nog een strategie van het Kremlin. Bedrijven die onze democratische instituties onderuit halen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? De democratische instituties, daar maken ze zich een beetje zorgen over. Anti-institutionele sentimenten, extremisme, daar waarschuwt de AIVD voor. Ik sprak de directeur Erik Akerboom daarover. En hij zegt, er worden wel 100.000 mensen door bereikt in Nederland inmiddels. Door misschien een paar 100 aanjagers van extremisme. En dat komt natuurlijk voor een deel gewoon ook rechtstreeks uit het Kremlin, via onder meer de social media. En dat zijn dan van die trollenlegers die nepnieuws verspreiden.
bijvoorbeeld. Met het doel natuurlijk om het Westen te destabiliseren. En heel veel pro-Poetin geluiden. Ik vroeg hem ook, dat hoor je ook in het parlement. Mm. Hè, bij een partij als Forum voor Democratie. Nou, dat vindt de AIVD wel kunde, want hij zegt dat is democratie. Ik heb hem gevraagd, wat vindt u van de fakkels bij Kaag? Ja, dat was toch het is vandaag toch ook de dag na de dag dat er fakkels bij minister Kaag zijn. Dan zegt de AIVD, dat is in principe demonstratierecht. Maar het wordt wel een grijs gebied. Toch? Ja. Want een demonstratie met een fakkel, toch zeer intimiderend. Ja. Maar goed, dat zijn natuurlijk niet de aanjagers. Dat zijn grote groepen mensen die eigenlijk vatbaar zijn. En waarschuwde hij daarvoor? Dit, ja, natuurlijk, daar waarschuwt hij voor. Maar in de zin van, daar moet op beleid op gemaakt worden, of daar moet op gereageerd worden door de politiek? Dat zei hij niet met zoveel woorden, maar hij zei wel dat dit een bedreiging is voor de instituties, voor de rechtspraak, voor de politiek en ook de media. Ik sta het hier nu te vertellen, misschien dat zijn doel was. Doe het niet, pas op, dit is gevaarlijk voor onze democratie. Tot slot, ziet de generaal, jij sprak komende maanden nog iets van een doorbraak aan de horizon in die oorlog. Wat is de korte termijn verwachting? Hij zegt de komende 3 maanden zijn cruciaal in de strijd in de Oekraïne. Maar tegelijkertijd ziet hij geen doorbraak van de Russen in Donbass. En ook niet echt voor de Oekraïners dat zij nu hun militaire doelen gaan halen. Dus ik vond het een somber verhaal. Hij verwacht ook geen regime change van Poetin of zo. Die blijft voorlopig nog wel zitten. En zelfs van de F-16, waar we nu over nadenken, verwacht de generaal geen wonderen. Ook daarmee heb je de oorlog nog niet direct gewonnen. Dus ik werd er een beetje somber van. Het gaat nog heel erg lang duren. Bereid je daar maar vast op voor. En met die sombere boodschap sluiten we af. Dankjewel, politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.